Bijna. Het is goed koud, ja. Ja, het is toch wel heel erg koud, ja. Nou, lekker lopen in Rossum. Ook ja. Niet ver van ons vandaan. Maar ook hier, weer zo'n plekje waar je denkt van, nou ja, dat rij je ook weer voorbij. Nee, stop even. Rossum. Gewoon leuk. Ja. Midden in het land van tussen Maas en Waal, hè? Nee, dat zie je geloof ik. Volgens mij is ook een deel Betuwe. Er zijn overal fruit dingetjes staan. Genoeg dingen te zien hier. Heel veel wandelroutes, heel veel fietsroutes, veel boten. Ik vind het eigenlijk een prachtige boom. Nee, dit is al een hele mooie boom. Ja. Super. Nou, achter me liggen Urbenen, daar ligt het Uilennest, een camperplek. Alleen die was dus dicht. Ja, midden in de winter. En iets verderop hebben we Kerkdriel en daar is ook een camperplek. Kijk of die open is. Ja. We rijden straks ook even naartoe. Ja, we kunnen nog koffie to go meenemen, want we hebben daar gezien. Ja. Bij een bistrootje en die is lekker open, dus dan kun je heerlijke koffie kun je pakken. Maar dus eerst even lekker wandelen. Eerst nog eventjes een echt beetje super uitwaaien. Rossum, als het goed is, is hier ook vlakbij Wamel, toch? En ja, dat zal nu dicht zijn, maar dan is het, als het allemaal weer mag, dan is dat de eerste zaterdag van iedere maand in Wamel hele mooie rondmaakt altijd. Ja. Weet je, dan staat dat vroeger, ja, ging wel naartoe. Achterhoekse vlaggetje. En waar zijn we? Achterhoek. Koud. Ja, maar we zijn nu wel in Kerkdriel. Ja. Even, het was te ver om te lopen, we zijn voor de Kerkdriel te beneden. Naar de marina, het heet hier de Zandmeren, recreatiegebied, hier kun je zwemmen. Allemaal restaurantjes en bistrootjes en dingetjes. Maar er is ook een campplek op het terrein zelf. Echt mega groot, er liggen geocaches hier. Ja. En een stukje lopen hier. En aan de andere kant kun je volgens mij ook zwemmen. En dan kun je ook met de hond lopen, want daar ligt een heel groot meer. Ja. Plas. Voor mij is het een afgraving en, daarachter, en dat, dat is de Maas. Want daar is de dijk waar wij weer achter weer wonen. Oké. Ja. 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 Dus we gaan even een stukje lopen hier en ik hoop dat ik de camperplek kan vinden, maar die is ook hier ergens. Ergens. Oh wacht, daar staan bordjes, dus helemaal in de verte. Zie je dat? Daar. Oh ja, ik zie camperbordjes staan. Ja, daar gaan we ook naartoe. Nou, kijk maar eens even mee. Gevonden. Dit is de camperplek. Kerkdriel bij de Maas. Zandduinen. Zandmeren. Bij de Zandmeren. En ik denk dat de plek is voor een oudje of 12 tot 15 schat, zo'n beetje. Klopt, 12. 12 zoiets, hè? Ja. Allemaal een mooi parijtje heb ik gezien hier achter me. En je hebt uitzicht op een pleintje met gras. En er zitten stoeltjes en een jeu de boelbaan. En het is pal naast de haven. Ja. Restaurantjes erbij. Bistrootjes, water en heel veel wandelen hier. Het is echt wel een leuke plek eigenlijk. Ik denk dat ik, ook al woon we aan de andere kant hier, ja, ik denk dat toch een keer hier naartoe gaan, hè, Nens?
Ja, daar gaan we zeker een keer. Ook al is het zo dichtbij, dat maakt niks uit. Ik vind het een heel mooie plek. Ja. Kunnen we een keer de omgeving hier onveilig gaan maken? Had je al gezegd dat je 7 dagen mag staan achterin? Oh ja, mag je hier een hele week achterin staan, maximaal. Dat is helemaal niet verkeerd trouwens. Nee. €11 per dag. €10 voor NKC-leden. En €1,50 per persoon toeristenbelasting zou er staan. Wifi is er. Sanitair gebouw is aan deze kant. Ja, volgens mij is het sanitair gebouw. Gaat de goede kant op. Wordt mooi hier. Ja, dan gaan we vaker doen. Gaan we vaker doen, dan gaan we gewoon... Ik weet niet of we wel het pontje gaan pakken. We moeten wel trekken, hè? Het is een ouderwets trekpontje en aan de andere kant ligt als goed is een heel cash. Er ligt een cash, ja. Maar ik denk dat we de cash maar laten zien zitten zoals het is. Ik kan de volgende keer wel doen. Het is veel te koud. Te koud. Ah, joh. Maar? Zeg het maar, ik ben niks gewend, maar ik vind het echt koud. Ja, maar misschien ligt je eruit hoor. Ik heb niet gekeken. Voor mij ligt je zelfs uit. Even kijken. Daar ligt het pontje en achter dat pontje ligt dus een heel cash. Ergens. Oh, mooi hier, hè? En dan te bedenken dat gewoon pal daarachter de camperplek is. Super hoor. Ja, draai maar. Hij doet het niet. Nee, er gebeurt niks. Hij doet het niet. Andere kant op draaien, Nancy. Ja, dat heb ik net gedaan, Dennis. Oh. Ik heb het net gedaan, Dennis. Oké. Hij doet het niet. Okay. Kijk, let op. Ja, ik let op. Kijk, ik doe zo. En er gebeurt ik niks. Ik draai 1 keer. En ik draai nog een keer. En ik draai 3 keer. Nee, er gebeurt niks. En ik draai 4 keer. Oké. En ik draai 5 keer. Ik heb het gezien, er gebeurt en dan niks. Doet hij dit. Ja, ik dus snap het. Hij is eruit. Geen pontje voor ons. Oh, sorry. Geen pontje van hout. Geen pontje. Ah, het is ook midden in de winter, dus ik snap veel het te wel. Koud. Ik snap het ook wel. Onze superheld. Die kreeg het voor elkaar. Hij deed het toch niet. Mag ik zo zeggen? Ja, toch wel, hè? Hij doet het best wel. Alleen, ze hebben heel die ketting hebben ze gewoon losgemaakt. Ja, daarom. En dat ga je nou niet doen met die kou, dat is veel te koud. Je wordt er wel lekker warm van natuurlijk. Maar je moet ook nog een keer terug, hè? Ja, nu. Goed zo. Volgende keer, ja? Volgende keer. Zo, terug in de auto. Waait te hard hier op de dijk, toch? Heel koud. Zo, lekker gewandeld. Goeie tip dus, als je lekker wil gaan wandelen in Velddriel en Rossum, of in Kerkdriel, als je wil gaan wandelen in Kerkdriel, in Rossum, Rwijnen, 2 camperplekken. Hier bij in Kerkdriel hebben we een mooie gevonden. Bij de Zandmeren. Ja, superleuk. Nou, die andere was dan dicht, dat was het Uilennest. Ja, de Rwijnen. Die heb ik niet kunnen filmen, maar dat zijn ook superplekken. En voor de rest is het geweldig wandelen en fietsen hier. En een pontje. Heel veel recreatie, je kunt hier zelfs een sloep kun je huren. Ja, dus. Ook een leuk idee. Ja. Ook een leuke tip voor de volgende keer. Ja, nog wel. Nou, vond je filmpje leuk? Dan vind ik het fantastisch als je een duimpje omhoog geeft natuurlijk. Heb je andere ideeën of tips of tricks en dingetjes? Laat ze gerust onder hier in de commentaren achter. En ben je nog geen abonnee, dan abonneer je graag. Zou je ook heel fantastisch vinden natuurlijk. Toch? Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei. Doei.